U dat Schiedam in 2016 het glazen huis hier wilt hebben? Ja, klopt. Wat vindt u daarvan? Ja, ik ben er nog nooit geweest, dus dan is dat gele daar, hè? In 2016 willen ze hier het glazen huis houden, waar al die DJ's dan samenkomen en blijven overnachten voor het Rode Kruis. Ja, leuk. Leuk. Ja. Vindt u dat wel een goed doel? Ja, denk het wel. Nou. Het glazen huis. Leuk. Ze zijn er inderdaad mee bezig, maar wat vinden jullie daarvan? Leuk. Ja. En waarom dan? Ja, als het een happening is. Feeststemming en een goed doel natuurlijk. Steunen jullie zelf ook nog een goed doel? Ja, maar laatst nog voor Nepal. Ja, natuurlijk. Wat zeg je? Dus daar doen jullie eigenlijk allemaal wel aan mee? Kika Fonds, ja. Nou ja, dat is een mooi idee. En waarom vindt u dat een mooi idee? Nou ja, dat is gewoon een goed doel. Alleen, het kost een beetje cent, hè? Dat wilde ik net. Ja, vindt u het een beetje te veel? Of vindt... Een beetje veel geld, ja. Ik denk een beetje belachelijk. Voor 7,5 ton of zoiets. Ja, hè? Ja, nou, dat vind ik nou een beetje idioot hoor. Hartstikke leuk. Ja, waarom dan? Nou ja, Schiedam ook weer wat leuks op televisie. U vindt dat hier wel wat meer... Nou ja, het komt volgens mij op twee locaties, als het hier komt te staan natuurlijk. Maar u vindt dat er wel wat brouwerij hier kan gebeuren in Schiedam? Hartstikke leuk. En wat nou als ik u vertel dat het wel bijna 7 ton gaat kosten? Nou ja, dat ligt niet aan mij, dus... Ja, dat vindt u niet erg? Nee. Nou, dat is een hoop geld, ja. Ja. Vindt u het dat wel waard? Nou ja, er wordt ook geld verdiend natuurlijk, denk ik. Dat is waar, ja. Dus ja, het legt eraan. Het zou wel wat doen voor Schiedam, het heeft wel meerwaarde. Ja, het legt eraan wat er wordt verdiend natuurlijk voor het Rode Kruis dan, als het daarvoor is. Ik bedoel, als het 7 ton gaat kosten, dan... Dat is een hoop geld. Ja, dat is een hele hoop geld, ja. Daar kunnen Schiedammers ook heel veel andere dingen van doen. Ja, maar anyway, van die 7 ton zien wij toch niet veel, denk ik. Deutsch, nee. Doe het meer. Nee, dat vind ik een beetje heel erg belachelijk. En waarom vindt u dat belachelijk? Omdat het zoveel geld is en er zijn ook arme mensen hier. En daar kijken ze niet naar, vind ik. Dus u vindt eigenlijk dat het geld beter gespendeerd kan worden aan de Schiedammer zelf? Ja, mensen die het ook moeilijk hebben. En wat nou als ik u vertel dat de gemeente bijna 7 ton of zelfs wel meer voor het glazen huis wilt uitgeven? Dat vind ik wel een hoop geld. Ondanks dat het 7 ton. Ja? 761.000 euro gezien. Vindt u het dan nog wel waard? Vind ik het eigenlijk niet waard, want er zijn nog meer problemen in de stad die ze beter op kunnen lossen voor dat geld. En welke problemen, over welke problemen heeft u het dan? Dus wij wonen dan in Noord, straat op over. Daar begin je al mee. En dan heb je dus armoedige wijken. Leegstand in de stad. Ja, dus u vindt eigenlijk dat ze dat geld beter daarin kunnen steken in plaats van in het glazen huis? Ik heb het over 7 ton en zo. We eens kijken of dat ze nog sponsors konden vinden, maar ja, wordt het minder. Maar als je echt de 7 ton zelf, 761.000 euro ging het geloof ik. Als ze dat er zelf in gaan stoppen, dan vind ik het niet, dat heb ik niet waard voor hem. En ik zeg wel eens meer, dat glazen huis, ik zeg wel eens meer, zeg. Glazen huis te geven, zal ik maar zeggen, dan houden ze daar een actie voor, noem maar op, weet ik waarom. Dus je kan ook eens een keer zeggen, jongens, we gaan het eens een keer in het eigen land steken. Helemaal goed. Ja, helemaal goed. Top? Ja, tuurlijk. Dat vind ik goed, ja. En waarom? Nou, dat trekt meer bezoekers ergens. En zo moet je het zien, ja. Ja. En dat geeft ook bekendheid aan de stad zelf natuurlijk. Ik bedoel, ik ben geboren in Schiedammer, al 72 jaar. He, dus dan weet je dus, als je dus hier in de sloppen van Schiedam opgegroeid bent, en je krijgt nou een glazen huis, en je komt bij wijze van spreken uit de slop achter de Teerstoof vandaan, of achter het station Schiedam, dan weet je op een gegeven moment, want dat was een buurt, waar bij wijze van spreken aan de ene kant de Kamerlijk Zonneslaan, dat was toendertijd een soort elitestraat, en daarachter zat de Griebus. En dan werden bijvoorbeeld tegen de kinderen gezegd van die elitestraat, denk dan dat je nooit in de Griebus komt, want dat is een ghetto, en daar woonde ik. En dat is wel opgeknapt? Och, je kent het niet meer. Je loopt in een andere stad. Ik heb wel alle oude foto's ervan. Allemaal, hè. Dat is alleen maar om dus voor mijn eigen vast te houden wat het geweest is. En nou krijgen we misschien een glazen huis. Nou, ik vind het best. Die miljoenen die ze ophalen. Je hebt hier ook zat alleen de toonvermik. Het is niet echt... Het is niet, je mag het niet altijd zeggen natuurlijk, maar het is niet altijd voor die buitenlanders. Die komen toch al in toe. In Nederland zitten ook genoeg mensen die dus beneden de minimum zitten. Die het ook niet zo goed hebben. Maar ze wisten toch. En dan denk ik, nou, dan kun je die maar beter helpen.
voor het geld, want er wordt er ook genoeg opgehaald. Ja, precies. En dan is het vrijblijvend wat je geeft. Ja. Nou, dan kun je dat zo bepalen. Ja. En dan heb je nog een keer extra werkgelegenheid in je eigen land ook. Dan hoef ik al niet meer te werken, maar voor een hoop mensen is dat wel zo natuurlijk. Het gaat dubbel op. En zou u dan wel naar het evenement toe gaan? Ja, denk het wel. Ik woon niet vlakbij, dus dat is lekker. En ook wat geld doneren? Ja, misschien ook wel. Ja. Weet je ook voor welk goede doel het dan is? Dat zou ik niet weten. Het is voor het Rode Kruis dan. Oké, prima. Ja. Dus het glazen huis, leuk. Leuk idee. Maar steek het geld liever in een ander doel. Een beetje minder mag al. Als het helemaal minder is, goed. Zeg ik goed, maar niet voor 7 ton. Dan 761.000 euro zou te lezen. Ja. Zoals jullie kunnen zien zijn de Schiedammers best wel tevreden over het glazen huis. Het mag in Schiedam komen, maar het mag niet zoveel geld kosten.